Beste kijkers, vandaag op 9 maart een AEX slotstand van 753,20. En dat betekent niet echt veel wijzigingen in het charttechnische beeld. We zien een tweede witte candle op rij. Klein sprietje erboven, klein sprietje eronder. Dus op zich wel de nodige bewegelijkheid vandaag. Maar per saldo nauwelijks tot geen vooruitgang als dat vergelijken met gisteren. Swingteller een tandje lager naar min 2. En dat betekent dat we blijven kwakkelen, een beetje zijwaarts blijven bewegen tussen nog steeds de groene steunstreep op 743, 744 en de rode weerstandstreep op 763. En toch wel weer ook frappant dat elke keer op dagbasis die 750, het 750 niveau als magneetkoers toch werkt bij de spelers. Wat gaat er verder gebeuren? Als we ook kijken naar de RSI bijvoorbeeld, redelijk vlak op de 50-lijn. Dus dat betekent dat het momentum uit de grafiek loopt en dat er dus zowel een kans is dat de bulls kunnen aantrekken naar de rode streep of dat de beren terugkomen met een aanval richting de groene streep. Wat dat betreft is het gewoon eventjes een kwestie van afwachten. Geen ideaal beeld om zware posities in te nemen. Even vanaf de zijlijn kijken wat er verder gaat gebeuren en wat de spelers voor ons in petto hebben. De ondertoon als zodanig is licht positief, maar het is natuurlijk mooi als er een beetje forse witte candle wordt geplaatst om daarmee dus de uptrend een nieuwe impuls te geven. We wachten het rustig even af. De DAX geldt eigenlijk hetzelfde voor. Onveranderd vandaag en hier ook voor de vierde achtereenvolgende dag een beetje stabilisatie en niet echt veel animo bij de spelers om de index van zijn plek te duwen. Wat is wel interessant, dat we druk blijven zien rond de of tegen de rode zone aan. Dus boven 15.700 even afgerond, dan zijn de bulls wel redelijk los. Tegelijkertijd moet gesteld worden dat er ook redelijk veel correctieruimte is tot aan 15.200. Zonder dat de trend daarbij echt in gevaar komt. De indicatoren staan hier nog netjes allemaal in de plus. Dus wat dat betreft hebben de bulls op dit speelveld wel meer troeven in handen dan in vergelijking met de AEX. We blijven even bij de intermarket speelvelden en ik neem u mee naar de dagkaart van goud. Daar is een interessant charttechnisch fenomeen aan de gang, namelijk een dubbele bodem. Weliswaar onder de SMA-lijn, dus wat dat betreft praten we over een lichte opleving binnen de downtrend. Maar die dubbele bodem op 18.10 zou de opmaat kunnen zijn, we zien een mooie witte candle, naar de tussenliggende top en die ligt op 18.64. Toch een stijging van bijna 1,8% op dit moment. En als het dan lukt om die rode streep ook nog eens een keer te slechten, dan gaan we een mooie daily uptrend zien in de goudkoers. En dat betekent een versnelde beweging omhoog naar 19.75. Voor nu dus interessant voor koopjesjagers, bescheiden koopposities innemen richting de rode streep en als die wordt geslecht, tevens ook de SMA-lijn, dan is dat de tweede kans om in te grijpen en posities te gaan vergroten richting die genoemde 1975. Ik wens je een plezierige avond.